Goedendag beste kijkers en welkom bij ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname en de wereld in haar greep houdt. Onze gast van vandaag is de kinderpsychologe Mirjam May. Met haar praten we over de laatste ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie. Maar eerst even de recente cijfers. Het aantal COVID-19 positieve gevallen is 4.645. Daarvan zijn 461 actieve gevallen. 4.089 personen zijn genezen verklaard. En helaas hebben wij 92 doden te betreuren. Maar er wordt gezegd, het gaat de goede weg op. We hebben steeds minder besmettingen. Maar dat heeft dan ook te maken met het aantal testen die gedaan worden. Welkom mevrouw May. Dank u wel. En natuurlijk eerst de persoonlijke vraag. Hoe gaat u om met de, persoonlijk om met de situatie? Want het duurt toch wel al een tijdje. Ja, we zitten al 6 maanden in hetzelfde schuitje. En dat is best wel lang. Ja. Sinds maart zitten mijn kinderen ook thuis. En ze hebben niet de hele tijd niets gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld ook onderwijs moeten volgen, weliswaar op afstand. Maar het was pittig. Het was best wel zwaar om als werkende moeder, als werkende ouder, ook met de kinderen bezig te zijn. Ja. En dat stukje, dat onderwijsproces natuurlijk. Want we willen dat dat zo goed mogelijk gaat. Ja. Nu hebben ze vakantie, dus er is wat meer rust. Maar goed, ze zijn thuis. We kunnen geen kant op. We kunnen niet buiten de stad, we kunnen niet naar het binnenland. We zijn voorzichtig. Dus we blijven over het algemeen toch wel wat meer thuis. En dat brengt toch wel wat uitdagingen met zich mee. Ja, en we zitten al op half september. De school gaat zo dadelijk beginnen. Officieel hebben we niets gehoord van het ministerie van Onderwijs. We hebben wel allerlei berichten vernomen van 10 personen per klas en al die dingen. Maar dat werkt wel best stressend als je niet weet hoe de school open gaat. Ja, nou ja, we hebben steeds te maken gehad met onduidelijkheid natuurlijk. En ja, het is niet prettig om onduidelijkheid te hebben, maar ergens wendt dat ook wel een klein beetje. No? Dus of de school begint 1 oktober of 15 oktober of 30 oktober. Wat belangrijk is dat het veilig moet zijn op school. Dat is wat voorop staat, in ieder geval bij mij. Maar maken de kinderen zich druk van hoe ze dan de school, hoe ze in de klas gaan moeten zitten met een mondkap, neus en mondkap de hele dag. Je weet, kinderen zijn kinderen. Kinderen zijn kinderen en mijn kinderen maken zich daar nu op dit moment geen zorgen over. Ze genieten nog even van de vakantie. Ja, en als het nog langer kan duren, die vakantie, dan zijn ze daar ontzettend blij mee. Ja. En hoe kijkt u naar de uitdagingen als psychologe, de uitdagingen voor gezinnen over het algemeen? Ja. Want u heeft die situatie geschetst, maar die zullen voor iedereen anders zijn. Ja, dat klopt. Het ene gezin heeft het pittiger dan het andere gezin, dat weten we. Maar goed, wat ik al zei, iedereen die zat de afgelopen 6 maanden in hetzelfde schuitje. Niet iedereen heeft het even goed voor elkaar. Er zijn natuurlijk gezinnen waar het financieel wat pittiger is. Er zijn gezinnen die met wat meer onzekerheden te kampen hebben. Zorgen en angsten inderdaad over wat gaat er gebeuren morgen, volgende maand, volgend jaar. Hoe staan we er dan voor? Ja, dat maakt het niet per se gezellig hun thuis. Nee. Dus dat zijn stressfactoren die erbij komen. Dus niet weten of je wanneer je geld binnenkrijgt. Stel je voor dat je een tijdelijke baan hebt of je hebt een niet-officiële baan. Ik bedoel, heel veel mensen zijn werkzaam in de informele sector. Dat weten we ook allemaal. Maar daarnaast zijn er ook mensen die voor bedrijven hebben gewerkt. En die bedrijven die zijn gesloten met natuurlijk een vermindering aan inkomsten tot gevolg. Ja. Als jij je als ouder zorgen moet maken over hoe je morgen brood op tafel moet brengen, dan heeft dat wel impact op jou. Ja, maar heeft het ook impact op je gezin? Natuurlijk. En heeft het ook impact op de relatie met je kinderen? Ja, en met je partner? Dus wat we weten is dat sowieso in Suriname hebben we veel problemen, omdat we al een hele tijd in een economische malaise zitten.
Een verslechterde economie gaat heel vaak gepaard met zorgen in het gezin. En zorgen die kunnen zich uiten in geweld, in, nou ja, noem maar op. Ja. En wat we merken is dat, wat ik al zei, de relatie met de kinderen vaak toch wel de dupe daarvan is. Ouders die vinden het moeilijk om hun stress even te parkeren. Ouders vinden het moeilijk om te bedenken dat hun stress niks te maken heeft met het kind. Ja. Ze reageren het af op het kind. En ik kan daar ook van meepraten. Zelf als professional heb ik ook mijn stressmomenten. En op die momenten dat ik dan dus helaas het op de kinderen afreageer. Ja. Als het voor mij al pittig is, hoe zal het voor anderen zijn die niet weten wat ik weet? Precies, precies. Ja, ja, en we weten dat eerder gedurende die pandemie de VN toch gewaarschuwd heeft voor een toename van huiselijk geweld. En een van die onderdelen van huiselijk geweld is toch wel geweld tegen kinderen. Ja, dat klopt. En weet je, de data wordt wereldwijd goed bijgehouden of beter bijgehouden dan wij in Suriname doen. In Suriname zijn we daar niet heel erg sterk in, dus ik kan ook geen cijfers noemen. Maar ik kan wel cijfers noemen. Want in 2018 is er een groot onderzoek naar kindermishandeling in Suriname. Is dat afgerond en ook gepresenteerd. Dat is Violence Against Children. Ja. En uit die resultaten is toch gekomen dat zeker 3 op de 4 kinderen wel eens te maken heeft gehad met kindermishandeling. Ja. En als ik het heb over kindermishandeling, dan kunnen we praten over het slaan, het schoppen, het schreeuwen, het bedreigen, het vernederen, beledigen van kinderen, maar ook verwaarlozing. Want verwaarlozing is in kinderen te weinig voeding geven omdat het gezin, het inkopen laat het niet toe. Niet naar de arts toe kunnen brengen als het ziek is. Maar we hebben het ook over de emotionele verwaarlozing. Ja. Ouders die moeten werken en alsmaar moeten werken om geld binnen te halen. Ja. Waardoor ze minder thuis zijn, maar waardoor hun kinderen weer minder aandacht krijgen. Ja. Seksueel misbruik, dat viert ook hoogtij in Suriname, dat weten we. En ja, dit is een onderzoek dat voor COVID is gedaan. En nu, COVID, ik geloof dat dat cijfer ook absoluut omhoog zal gaan. Ik denk vanuit Suriname, ik ken die cijfertjes niet. Maar ik schat in dat het niet beter erop is geworden. Integendeel slechter. Ja, ja. In het buitenland worden die cijfers wel bijgehouden. En ik denk niet dat wij anders zijn dan andere zijn landen. Deel van de wereld zal niet aan. En als die cijfers al in 2018 schrikbarend waren. Ja. En nu dat, net wat u eerder zegt, je wil zitten in een stresssituatie, dan zal het niet beter worden. Maar wordt het vanuit uw beroep, uw vereniging, wel wat aan gedaan? Nou, ik ben lid van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. Het is een kleine groep. Ja. We hebben een klein groepje psychologen voor volwassenen. We hebben een nog kleinere groep psychologen voor kinderen en jeugd. Ja. Wij weten dat er altijd wel vraag is geweest naar vragen over de opvoeding. Hè? Uitdagingen binnen de opvoeding, doe ik het wel goed genoeg? Ja. En dat die vragen beantwoord moeten worden. In het verleden was ik deel van een projectteam dat dit soort vragen meehielp beantwoorden. Ja. Maar goed, een project heeft een begin en heeft een eind. Ja, jammer. Ja, toch? En dat is wel erg jammer, want we hoopten dat dat project, dat het ergens geaccommodeerd binnen een ministerie zou kunnen worden. Maar goed, we weten het, er is geen geld om het structureel een plekje te geven. Dus het is er nooit van gekomen. En zo liggen er een heleboel projecten met hele goede resultaten. Eigenlijk resultaten waarvan we zeggen, dat wat we hebben gedaan, dat heeft gewerkt. Cursussen over opvoeding, et cetera. Dat heeft effect gehad. Ouders zijn op een andere manier geopvoed. Maar goed, dan ligt het ergens stof te vangen op een plankje, toch? Omdat het project is beëindigd, omdat het geld op is. Ja, ja. Nou, een overheid zou moeten zorgen voor preventie. Want nu hebben we het over preventie. Het voorkomen dat er een probleem vormt. En wat wij heel graag willen is toch wel ouders, verzorgers tegemoetkomen en ook aangeven van als er vragen zijn over de opvoeding, dan kan je hier terecht, naar dit plekje en daar gaan we proberen toch het zo lichter mogelijk of wat lichter te maken voor jou als opvoeder. Ja.
Nou, kan dat? Dat kan. We hebben de Facebookpage van de Vereniging van Psychologen. En dat kan je vinden op, als je intoetst SVPO, dan kom je op de Facebookpage terecht. En wat we proberen te doen is daarop opvoedtips te posten. En dat gaat, ja, het zijn vrij algemene opvoedtips met verschillende thema's, verschillende onderwerpen. En dat ouders daar naartoe kunnen gaan en kunnen lezen hoe ze kunnen handelen als ze dan dus met een probleem zitten of ergens tegenaan lopen. Als we dat niet doen, dan hebben wij een nog groter probleem. Ja. Want, kijk, de scholen zijn 6 maanden gesloten. Ja. Vaak genoeg zijn ook de leerkrachten de personen die als eerste signaleren, met dit kind gaat het niet goed, we moeten hier ingrijpen. Kinderen zijn verdwenen, ze zijn uit het vizier verdwenen, ja. Waardoor ik vrees dat als de scholen weer beginnen, dat het aantal beschadigde kinderen, dat dat enorm zal zijn. Ja. Wat ik wil aangeven is dat een kind dat beschadigd is, sowieso met die achterstand die ze al hebben, of ze nou afstandsonderwijs hebben gehad of niet, kinderen die de afgelopen 6 maanden slachtoffer zijn geworden, of misschien al waren, maar dat het verergerd is, want ja. Daar kan je van uitgaan de afgelopen 6 maanden dat het verergerd is, die zijn niet in staat om goed te leren. Die zijn niet in staat om tot goede leerprestaties te komen. Ja. Deze kinderen, dat kan je niet verwachten. Kinderen die in onveiligheid opgroeien, die kunnen cognitief gezien, ja. Niet groeien. Met andere woorden, ze kunnen minder goed leren. Ja. We kunnen dat niet vragen van deze kinderen. Dus wat gebeurt er dan met deze kinderen? Ja. Ze dubleren, blijven zitten. De motivatie om naar school toe te gaan wordt steeds lager en lager. Het aantal drop-outs wordt hoger, het percentage. Wat doen drop-outs? Niet allemaal natuurlijk, maar een deel hangt op straat. Samen met andere drop-outs. Ja. Het risico op verslaving, middelenmisbruik, ja. Wordt hoger. Criminele circuit, ja, toch? Precies. Want er moet daar geld komen. Criminaliteit. Precies. Ja, geweld wordt er gebruikt. Ja, ja. Justitie komt aan te pas. Kost allemaal geld. Dan heb ik het niet eens over het psychisch leed ja. Dat dit kind overkomt en dus de nabije omgeving. Justitie komt aan te pas, die moet natuurlijk van alles oplossen. Goed, maar ook als jij kindermishandeling hebt meegemaakt, ja. En dan heeft het impact. Ja. Bij de een wat groter dan bij de ander. Kinderen die dit meemaken, ja. Die hebben vaak ook psychisch leed, psychische ja. Schade. Als het psychisch niet goed gaat, is het risico dat het fysiek, lichamelijk niet goed gaat, ook een stuk groter. Ja. Dus lichamelijke klachten als kinderen opgroeien, we weten dat er een 1-op-1 relatie is heel vaak met tussen psychisch leed en, we noemen dat psychosomatiek, dus psychisch dat dus op een fysieke manier tot uiting komt. Ja. Dan heb ik het over chronische ziektes, denk aan hart- en vaatziektes. Chronische stress ja. Doet wat met het lijf en dat is een voedingsbodem voor de ontwikkeling van lichamelijke ziektes. Ja. Dat kost ook geld. Ja, precies. En ja. Nu vraag ik me even af. We hadden het net over de school. De leerkrachten zijn geen psychologen. Nee. En voor een groot deel van de dag zijn onze kinderen aan die groep toevertrouwd. Ja. Het is best zwaar voor die groep. Het is pittig, want ze moeten werken aan dat cognitieve. Dus toch, de leerstof overdragen, ervoor zorgen dat het op een goede manier gebeurt. Ja. Maar tegelijkertijd hebben ze te dealen met een kind dat misschien negatief gedrag vertoont. Ja. Want die stress laat het niet thuis. Het kind laat die stress niet thuis. Nee. Kinderen kunnen ook stressen. Het kind neemt die stress mee naar school. En die uitingen, die vinden vaak plaats door middel van gedrag. Ja. En dat is niet het gewenste gedrag wat we willen zien. Precies. Het is heel vaak negatief gedrag. Ja. Niet stil kunnen zitten, steeds op kunnen staan, steeds op willen staan, negatieve aandacht vragen, dingen roepen, schreeuwen, bedreigen, vechten. Dat is wat we zien bij deze kinderen. Mm-hmm. Dus wat ik al zei, de impact is pittig. Psychisch en economisch op den duur. Heeft u al misschien als bijdrage, want u zegt, er komt een Facebookpage, jullie willen helpen. Maar vooral deze groep, de leerkrachten, helpen om te helpen. Is er misschien contact gemaakt met onderwijs, met het MNOC of omgekeerd? Nee. Dat toch wel een grote bijdrage geleverd kan worden hoe de situatie te handelen. Want ik denk dat het wel heel pittig zal zijn voor
de leerkrachten die ook al hun stress hebben? Ja, ja, dat klopt. Dat is een hele mooie vraag. Nee, we zijn nog niet zo ver. Maar wat we wel kunnen aanbieden, maar dat is voor de ouders, verzorgers, de meeste leerkrachten zijn ook ouder, ja, is dat we zeggen, wij gaan een gratis cursus aanbieden. En mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Het is niet ongelimiteerd hoor. Het is een, ja, we gaan tot een max, bepaalde max. Ja. En eigenlijk alle opvoedvaardigheden die je daar mee krijgt, die kan je ook toepassen binnen de klas. Ja. Want ook als leerkracht ben je opvoeder. Ja. Ik vind dat wel een hele mooie. En het plan was er ook om leerkrachten voor te bereiden, ja, op dit is wat je te wachten staat straks als de scholen weer open gaan. Ja, precies, precies, ja. En ik denk dat het een mooie is om dan ook, niet alleen de tips voor de ouders, maar ook tips voor leerkrachten, om die dan dus te presenteren aan de leerkrachten. En misschien inderdaad aan het ministerie van, ja, Onderwijs. Verspreid het over al, precies, jouw scholen. Met een soort handleiding van als, ja, je dit ziet waar je contact, ja, moet maken. Ja. Maar vooruitlopend daarop, heeft die tips voor de ouders thuis wat ze allemaal kunnen doen, waarop ze moeten letten, waarop ze misschien moeten inspelen als ze bepaalde zaken signaleren bij een kind? Ja, weet je, het belangrijkste is dat ouders moeten weten dat ze hun kinderen, ja, moeten zien. En dat klinkt een beetje vaag, maar wat ik bedoel is, we zijn zo druk in ons hoofd met surviven, ja, overleven, dat er geen ruimte is voor het kind. Ja. En ook als we thuis zijn, laten we die kinderen vaak een beetje aan hun lot over. Ze spelen alleen. Mama, speel je mee? Kom je meespelen? Nee, ik kom straks of ik moet even liggen of ik ben moe. Dus eigenlijk zegt het kind, ik heb je aandacht nodig. Ja. Ik wil je eventjes voor mezelf. Ja. En vaak genoeg zien wij dat niet, omdat wij te vol zitten met, ja, problemen. Dus eigenlijk is de belangrijkste tip, is zie je kind. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je een paar minuutjes per dag, elke dag, even met je kind bezig bent. En dan wil ik zeggen, de ene heeft 5 minuten nodig, de andere 10 minuten. Maar zorg voor die exclusieve tijd, ja, met je kind. En ga iets doen. En dat iets hoeft niet te betekenen, ga geld uitgeven, ga naar de mall en shoppen. Dat iets is, nodig je kind uit om jou te helpen om samen te koken, bijvoorbeeld. Ja. Of ga even buiten zitten om Tori te praten. Of neem je kind mee en loop samen naar de winkel en vraag wat het gedaan heeft die dag. Dus zie je kind en het kind voelt die waardering dan eigenlijk automatisch. Ja. Mijn moeder vindt mij belangrijk, mijn vader vindt mij belangrijk, want ik heb tijd apart met mijn ouder op dat moment. En ik denk dat als je dat doet, dagelijks, even stoppen, echt letterlijk zeggen, stop tegen jezelf, laat alles liggen voor wat het is. Nu, 10 minuutjes besteden aan dit kind, en ja, veel mensen hebben meer kinderen, maar dat betekent dat je elk kind die aandacht moet geven. Je kan afwisselen, hè, ja, de eerste 2, hè, op 1 dag, en je kan het verspreiden over de week. Maar zorg er wel voor dat je kind dat voelt, en dat is dan dus die affectie. En die affectie, dat schiet er heel vaak bij in. Dat is heel mooi. En de kinderen, kunnen we in deze tijd zeggen dat we toch wel zien die normen en waarden van de samenleving, dat we nog steeds bepaalde gedragingen verwachten van de kinderen, dat het kind zich in een bepaalde stramien moet gedragen, een bepaalde manier moet gedragen. Ja, wij willen voor onze kinderen volwassenen maken. Het zijn kleine volwassenen. Ja. We willen dat onze kinderen ons begrijpen. Ja, ja. Toch? Je begrijpt toch in wat voor situatie ik zit. Toch? Dus wij verwachten alle begrip vanuit dat kind. Ja. En leggen daarbij ook een bepaalde verantwoordelijkheid neer bij dat kind. Maar wat wij meer moeten doen is zeggen, ik begrijp jou. Ik begrijp dat jij je nu anders gedraagt dan anders, want ook jij hebt zorgen, ook jij hebt stress. Laten we erover praten en dan heb ik het nu echt over die connectie, ik had het net over affectie, maar connectie maken met je kind. Ja. Dus praat met je kind over de zorgen die het mogelijk heeft. Ja. Elk kind heeft zorgen, maar elk kind gaat er op een andere manier mee om. Absoluut, ja. Laten we niet verwachten dat onze kinderen ons voegen naar ons. Wat wij tijdens die cursus ook aangeven is, wij moeten ons voegen naar onze kinderen. Ja.
Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet aan die kinderen geven. Want onze kinderen, die kunnen dat niet. Als een kind wangedrag vertoont, nou ja, negatief gedrag, zich slecht gedraagt thuis, dan heeft dat de oorzaak. En de oorzaak is, het kind zit niet goed in zijn vel, maakt zich zorgen ergens om. En het gaat er niet over praten. Sowieso praten we te weinig met onze kinderen over gevoelens in Suriname. Ja, ja. Dus dat zal meer moeten, dat zal meer mogen. Ja. Ga met dat kind zitten, al voelt het ongemakkelijk aan in eerste instantie. En begin te praten. Leg uit. Dit is waar ik me zorgen over maak. En ik weet zeker dat er ook andere kinderen zijn die zich zorgen maken over COVID, over de dood, over ziek worden, over mensen kwijtraken. Hoe kijk jij ernaar? Wat vind jij ervan? Ja. Probeer op die manier een conversatie op gang te brengen. En op dat moment geef je ook de boodschap, jij bent belangrijk genoeg om naar te luisteren. Ja. Ik stel je vragen en ik wacht op het antwoord. Je maakt die connectie ook weer op dat moment. Oké, geweldig. Tot slot, wanneer kunnen de mensen zich aanmelden? Hoe kunnen ze zich aanmelden? De flyer gaat ook in beeld komen. Ja, dus inderdaad. Dus kunt u even een beetje erover vertellen? Ik ga erover vertellen. Nou, dit is een cursus die we eerder gegeven hebben. En heb ik het over circa 5 jaar geleden. Maar dat was dan dus fysiek. Dus we nodigden mensen uit en we kwamen dus wekelijks bij elkaar. Het is een 5-weekse gratis online cursus. En waarom online? Omdat, nou ja, vanwege COVID natuurlijk we niet bij elkaar kunnen komen. Maar ik denk dat het ook wel, dat het laagdrempeliger maakt. Dus mensen die niet durven, want je weet, ouders, we schamen ons snel, ook in Suriname. Straks denken ze dat ik een slechte ouder ben, straks denken ze dit en dat. Goed, vanuit je luie stoel, bij wijze van spreken, kan je dan dus deelnemen aan de cursus. Je kan je dan dus opgeven via de Facebookpage van de SVPO. En we vragen wel om een vragenlijst in te vullen. Er wordt een link toegevoegd aan de post. Vul die vragenlijst in en dan merk je vanzelf wel of je past binnen die doelgroep of niet. Als je niet binnen die doelgroep valt, dan, nou ja, we zullen sowieso contact opnemen om uit te leggen waarom niet. Ja. Eigenlijk is dit wel voor het jonge kind, dus van 3, 4 tot en met 12 jaar bedoeld. En ja, zoals ik al zei, we kunnen niet iedereen accommoderen, maar we gaan even kijken hoe dit loopt. En als het aanslaat, dan mogelijk kunnen we dan dus toch continueren. Ja, precies. Ja. Nou, dank u wel en heel veel succes met het nobelwerk dat u doet. En het gaat u goed. Dank u wel. En dat was de kinderpsycholoog Mirjam May. Mirjam May. En de vereniging komt met een heel mooi project. Om vooral in deze periode van stress ouders handvatten aan te reiken hoe om te gaan met de situatie. Natuurlijk, leerkrachten behoren ook tot die groep. En dat ze natuurlijk ook gedurende de tijd dat ze krijgen om met het kind bezig te zijn, dat zij ook deze kinderen positief kunnen begeleiden. Dat was het dan weer voor deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Vergeet niet u de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Altijd handen wassen, mondmasker, mond- en neusmasker op. Overal waar je gaat is het verplicht. En je hebt gewoon geen keus. Men noemt het nieuwe normaal, maar ja, het is gewoon het leven. Want ik hoor geluiden van, dit gaat nooit meer weg. Dus begint u maar alvast te wennen. Dit was het dan. U kunt deze aflevering nog nazien op ons YouTube-kanaal ATV Suriname. Maar de herhaling is direct na het nieuws op kanaal 12.1. Een hele fijne dag verder. Dag.